Het is best bijzonder dat hier een bever een dam heeft gebouwd. Over het algemeen bouwen bevers in riviergebieden geen dammen, omdat ze genoeg water voorhanden hebben. Hier hebben we een klein stroompje. Een bever wil een waterareaal wat zo groot mogelijk is. Daarom blokkeert hij ook die stroompjes, dat het buiten zijn oeverstreek, omdat een bever wat meer kan zwemmen. Dat heeft hij hier dan gedaan, zeg maar, om zijn areaal te vergroten. En vandaar dat het best bijzonder is. Kan de bever nog voor problemen zorgen? De bever kan alleen voor problemen zorgen zodra hij de dijken gaat aanpakken met gangen graven en dergelijke. Als hij dat gaat gebruiken als huisvestingsobject, dan kan hij echt voor problemen zorgen. Wat zijn dan de problemen? Nou, dan krijg je een groot gangenstelsel door een dijk heen, waardoor de dijk verzwakt wordt. En ja, dat is niet wenselijk natuurlijk. Als het een keer hoog water wordt en de dijk breekt door op zo'n locatie, ja, dan hebben we met z'n allen een groot probleem.